Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgesteld op 23 januari. Dikkere bewolking zien we boven Duitsland liggen. Dat is het front dat gisteren voor de regen heeft gezorgd en de vorst uit ons land heeft gedrukt. Momenteel is het nog steeds bewolkt in het oosten van het land. Het is lage bewolking die we op deze satellietfoto niet kunnen zien. In het westen zijn brede opklaringen en dat betekent dan ook vanochtend dat daar flink de zon zal schijnen. Maar in het oosten dus wel meer bewolking. Temperaturen liggen vanochtend zo tussen de 4 en de 7 graden. Vanmiddag wordt het 7 tot 9 graden. Dan zijn er opnieuw zonnige perioden. Alleen in het oosten blijft die bewolking toch vrij hardnekkig. Vanavond verandert er nog niet veel, hoewel de bewolking vanuit het westen wel dikker gaat worden. Want vannacht gaat het enige tijd regenen. De temperatuur die daalt dan naar zo'n 3 tot 5 graden. Morgenochtend is er ook eerst nog regen van tijd tot tijd, maar in de loop van de dag blijft het wel op de meeste plaatsen droog. De bewolking blijft wel overheersen en smiddags wordt het zo'n 7 tot 9 graden. Maandag ziet het er aardig uit met zonnige perioden en droog weer. Het wordt dan zo'n 8 tot 11 graden. En ook op dinsdag is het vrijwel droog, hoewel er in de middag lokaal een bui kan vallen. Woensdag ziet het weer wat minder uit met bewolking en regen en temperaturen tussen de 10 en de 11 graden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u een fijne dag.